In de afgelopen jaren heb ik drie schilderijen van Jan Steen gerestaureerd. Aan de hand van de restauratie van het doktersbezoek zullen we laten zien in deze film uit welke fase zo'n restauratie bestaat. Als het schilderij vanaf zaal naar het atelier komt, dan lijsten we het eerst uit. Hiervoor wordt de achterkantbescherming van de lijst geschroefd en vervolgens worden de lijstveren losgedraaid en het schilderij uit de lijst genomen, zodat we de conditie van het schilderij goed kunnen bestuderen. Er was al uh, langer de wens om het doktersbezoek te restaureren. Vooral omdat er uh, een hele gele vernislaag op zit, uh, die ook erg dik en glanzend is. En hierdoor zijn de subtiele kleurnuances die Jan Steen gebruikt heeft niet goed meer zichtbaar. Wat uh, de driedimensionaliteit van het schilderij uh, verstoort. De Jan Steen tentoonstelling in het voorjaar van 2011 is een uh, goede aanleiding om dit schilderij te restaureren. restauratie begint altijd met het bestuderen van het schilderij. Eerst kijk ik met een hoofdloep en een goede daglichtlamp. Zo krijg ik al een eerste indruk van de conditie van het schilderij. Vervolgens bekijk ik het schilderij met ultraviolette straling. En op deze wijze kom ik meer te weten over de veroudering van de vernislaag. Want hoe ouder een vernis is, hoe meer het fluoriseert in UV. En ik kan ook goed zien waar zich oude retouches bevinden, omdat die zich in UV vaak als donkere vlekken aftekenen. Zoals bijvoorbeeld hier rond het hoofd van de dokter, waar een grote retouche is te zien. Om daarna meer in te zoomen, bestudeer ik het schilderij met een stereomicroscoop, waarmee ik tot zo'n 40 keer kan vergroten. En dit geeft meer gedetailleerde informatie over de toestand van de verflaag. Is deze sleet of is de hechting van de verf nog wel goed? Uh, of iets misschien een uh, retouche of overschildering is. En uh, op deze wijze weet ik ook wat ik straks uh, tijdens vernisopname kan uh, tegenkomen. Hier is bijvoorbeeld te zien dat het rode wijnglas uh, de verflaag erg sleets is. En bovendien krijg ik uh, hiermee al informatie over de techniek uh, van Jan Steen. Hoe hij werkte, hoe hij zijn uh, verflaag opbouwde. De toestand uh, voor restauratie van het schilderij wordt uitvoerig vastgelegd in een conditiebeschrijving... En ook door middel van foto's. Daarnaast ga ik ook in het archief nog op zoek naar alle voorgaande behandelingen die dit schilderij heeft gehad. En dat zegt ook iets over de toestand van het schilderij. En op basis van al deze informatie stel ik vervolgens een behandelingsplan op. Met verschillende technieken wordt het schilderijmateriaal technisch onderzocht. Zoals hier met de infraroodcamera. Waarmee uh, ondertekening zichtbaar gemaakt kan worden. maar ook uh, wijzigingen door de kunstenaar aangebracht. En zo heeft hij hier uh, de positie van deze vrouw uh, veranderd. Ook röntgenopnamen geven inzicht in uh, onderliggende lagen. in de drager, maar ook uh, schade aan de verflagen. die uh, voor aanvang van de restauratie niet altijd uh, direct zichtbaar is. Met uh, röntgenfluorescentie kunnen we informatie krijgen over de gebruikte pigmenten. Een heel klein beetje röntgenstraling wordt uitgezonden en dit meet de verschillende chemische elementen. Deze worden vervolgens in een grafiek gezet en aan de hand van deze elementen zoals lood, tin, kwik en ijzer kunnen de pigmenten die Jan Steen gebruikte geïdentificeerd worden. Om meer gedetailleerde informatie te krijgen wordt er soms een verfmonster genomen aan de rand van het schilderij of daar waar er een lacune is... En, uh, deze verfmonsters zijn niet groter dan een uh, speldenprik. Ze worden vervolgens in een uh, blokje hars ingebed. En als dit uh, hard geworden is, dan wordt het uh, dwars op de verflaag uh, geslepen, waardoor er een uh, verfdwars te ontstaat. Deze kan uh, vervolgens met uh, lichtmicroscoop bekeken worden met een vergroting tot wel uh, 400 keer. En dit geeft veel inzicht in de opbouw van de verschillende lagen: de grondering, verflagen, vernislagen, maar ook de gebruikte pigmenten en degradatieprocessen die hebben plaatsgevonden in de verflagen. Ik maak eerst een aantal verschillende mengsels van oplosmiddelen. Die ik uh, zal gebruiken bij de testjes die ik ga uitvoeren. om te kijken welke combinatie van oplosmiddelen het meest uh, geschikt is. om het uh, vernis op dit schilderij uh, te kunnen verwijderen. Vanaf uh, deze fase wordt de restauratie uitgevoerd uh, op zaal voor het publiek. Uh, tijdens de tentoonstelling uh, Leven in de brouwerij van Jan Steen. De testjes uh, worden in eerste instantie onder de microscoop gedaan. Uh, aan de rand van het schilderij, uh, met een klein wattenstaafje met een beetje oplosmiddel, uh, rol ik over het oppervlak uh, om te kijken uh, hoe het vernis oplost. Uh, met de microscoop kan ik heel nauwkeurig zien uh, wat er met het vernis gebeurt en uh, of de oplosmiddelen de verf niet aantasten. Ik begin altijd met het meest uh, zwakke oplosmiddel. En uh, bij elk verschillende oplosmiddel noteer ik wat de resultaten zijn. En uh, tussendoor controleer ik steeds met een UV-lamp uh, om te zien of de vernis ook echt verwijderd is. Of dat alleen het uh, toplaagje van de vernis eraf is. Uh, en om te zien of er geen uh, storende restjes achterblijven. Na de vernisafnametestjes bleek. Uh... Dat de vernis op dit schilderij zich het beste laat verwijderen met een mengsel van iso octaan en een beetje ethanol. De oude vernislaag wordt beetje voor beetje met een wattenstokje en wat oplosmiddel van het schilderij afgerold. Deze vernislaag was in 1948 bij de vorige restauratie aangebracht en was inmiddels al zeer vergild en ook vrij dik aangebracht. Vooral in de lichtere partijen van het schilderij is het verschil altijd het grootst als de gele vernis verwijderd wordt. Subtiele kleurnuances waren niet meer zichtbaar. En nu deze weer tevoorschijn komen na vernisafname, versterkt dit tevens de dieptewerking en de driedimensionaliteit in het schilderij. Tussendoor wordt steeds uh, met de UV-lamp gecontroleerd of de vernis gelijkmatig uh, wordt verwijderd. En het bleek ook dat zich uh, onder deze vernislaag nog resten van een ouder vernis waarschijnlijk uit de 19e eeuw bevonden. De oudere touches uh, laten zich ook met het uh, vernis mee verwijderen. Met uh, hetzelfde mengsel van oplosmiddelen, wat doet denken dat ze bij de vorige restauraties zijn aangebracht. De verflaag ziet er na vernisopname vrij mat en onverzadigd uit. Uh, dat is meestal zo als een schilderij geen vernis heeft, maar als er straks weer een uh, nieuwe vernislaag wordt aangebracht, uh, zijn de kleuren weer uh, verzadigd en veel lichter dan voor de restauratie.